Het is een goed initiatief om de scholen in de gelegenheid te stellen in aanraking te komen met kunst, om te weten wat het allemaal inhoudt en hoe het gebruikt kan worden. Dit zei minister Robert Penneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vandaag bij de opening van het scholenprogramma van de Nationale Kunstbeurs 2016 in de bankethal van Torarica. Penneu zegt dat 51 jaar kunst in Suriname aangeeft dat we op een hoog artistiek niveau zijn. Vandaar de roep van de Stichting Nationale Kunstbeurs om een kunstgalerij. Hierin kunnen alle kunstenaars en kunstliefhebbers dan exposeren. De galerij kan ook een toeristische attractie worden waarbij onze kunsteigendommen worden gepresenteerd aan de wereld. Voor deze kunstbeurs zijn er kinderen uitgenodigd uit buurten waar de ouder aandacht en schoolprestaties minder zijn, zegt minister Penneu. Meestal wanneer we in onderwijs zijn, willen we ons altijd concentreren op de betere scholen. Maar ik zeg als minister, deze kinderen verdienen ook een kans. Het zijn ook onze kinderen. En ik zeg, wanneer je van deze kinderen, stel je voor je hebt 100 kinderen. En je maakt 50 volwaardige burgers voor de samenleving. Die uiteindelijk een liefhebber worden van kunst en een kunstenaar. Dan heb je iets goeds voor de samenleving gedaan. En mijn concentratie als minister is op dit moment om juist in de sociaal zwakkere milieus iets te doen voor de kinderen. Dat wil niet zeggen voor mij als minister dat de kinderen van de betere milieus geen aandacht nodig hebben. Ik zeg, misschien hebben ze ietsje minder aandacht nodig. Maar de kinderen uit de zwakkere milieus hebben meer aandacht nodig op dit moment van het ministerie. Want wanneer we de gemiddelde percentages van scholen kijken, hebben we zeker basisscholen met 100% geslaagden, met 90% geslaagden. Maar we hebben ook minder goede buurten of scholen waar het percentage soms 20% en 30% zit. En ik denk dat als wij dat percentage kunnen optrekken, dat ons landelijk gemiddelde veel hoger zal liggen. Minister Penneu zegt dat het unieke van deze kunstbeurs is dat de B-streaming is ingevoerd. Deze streaming staat namelijk niet alleen voor wetenschap en technologie, maar ook voor een stukje kunst. Dit zal ertoe leiden dat er voor onze kinderen een brede basis wordt gecreëerd, zegt de Minocé-bewindsman. Juan Paviro Reggio, ondervoorzitter van de Stichting Nationale Kunstbeurs, geeft aan dat het doel van de Kunstbeurs 2016 is om kinderen kennis te laten maken met de verschillende kunstactiviteiten. Zo was de eerste les van de kunstbeurs waar we ze leren kijken naar kunst. En vervolgens nodigen we ze uit om kunst te vervaren. Op verschillende manieren. En we nemen daarvoor het concept van B-streaming dat we bij het ministerie van Onderwijs een tijdje in pilotfase aan het uitproberen zijn. En dat houdt in science, technology, economics, reading, art en math. En we belichten nu de A van math. We combineren in de dingetjes die we doen, zoals je eigen verf maken met een beetje bloem en water. Dat is het science aspect. Vervolgens doen we dingen met papier, waar ze een beetje engineering en design kunnen doen. Dus we houden de andere vakken, dat trekken we erbij die we op school ook hebben. Omdat kunst die andere vakken ook ondersteunen. OS Sunny Point 1 en 2 en de Vishnudat School waren uitgenodigd voor dit scholenprogramma. De Nationale Kunstbeurs ging van start op 28 oktober en loopt tot en met 6 november. De beurs wordt gehouden op twee locaties, te weten de bankethal van Torarica en de hal aan de Grote Kombiweg.